Beste Matthijs van Nieuwkerk, ik ben niet zo'n ervaren vlogger, dus ik hou het kort. Maar ook vanavond in jouw programma weer de prangende vraag hoe het toch kon zijn dat de NPO er zo naast zat bij de voorspellingen in zaken de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik kan dat geworstel niet langer aanzien en daarom ga ik die vraag beantwoorden. Eerst even een opzomming van de gasten van de afgelopen tien jaar. Mark-Marie Huibrechts en Jan Mulder. Tussen de 200 en de 250 keer. Giel Belen, tussen de 150 en de 200 keer. Felix Rottenberg en Claudia de Brij, tussen de 50 en de 100 keer. Halina Rijn houdt niet van starende zeekoeien. En Peter Erde Vries, ook wel bekend als Juras Erde Vries, meer dan 50 keer. En dan nog een hele lijst van nietszeggende types, enkele tientallen malen. Zoals Sylvana Simons, Yvonne Jaspers, Frank van der Linden, Paul de Leeuw en ga zo maar door. Van de politici Alexander Pechtold, Lodewijk Ascher, Diederik Samson, Wouter Bos. Afijn, je snapt al wat ik wil zeggen. Van al deze mensen, Matthijs, is inmiddels wel bekend wat zij van Wilders en vluchtelingen en de multiculturele samenleving en nu Donald Trump vinden. Als jullie een onderwerp verzinnen en Peter R. de Vries uitnodigen, volgende keer, dan zal ik een dag van tevoren precies opschrijven wat hij erover gaat zeggen. Is dat een deal? Daarom hebben jullie bij DWDD geen idee wat er speelt. Allemaal mensen uit dezelfde linkse En als je nooit een andere mening hoort, weet je ook niet dat die bestaat. Een gedeelte van dit lijstje is overigens zo door te kopiëren naar het programma Pauw. Graag gedaan. Harry Potter.